Mensen denken eerder aan geld dan aan hun eigen vrijheid. Woorden van inspecteur Judith Drachtenstein, hoofd van de afdeling Trafficking in Persons, tip van het Korps Politie Suriname, met wie onze nieuwsdienst vandaag een vraaggesprek had. Het is namelijk gebleken dat de afgelopen tijd steeds meer mensen worden aangehouden en in verzekering worden gesteld op grond van mensensmokkel. Volgens inspecteur Drachtenstein wordt er niet bij stilgestaan dat het smokkelen van personen nog steeds een strafbaar feit is. De drang om aan mensensmokkel te doen is volgens haar een money-making business. De drang om zich schuldig te maken aan dit strafbaar feit is gewoon dat, dat het een money-making business is. Je kan er rijk van worden in de zin van dat die mensen die gesmokkeld willen worden altijd moeten betalen en er is grof geld daar te verdienen, ja. Maar het is een strafbaar feit. Het komt voor in ons wetboek van strafrecht. Mensensmokkel is artikel 249b van het wetboek van strafrecht. En ter zake mensensmokkel kan je in verzekering gesteld worden en ook worden gevonnist. Volgens Drachtenstein is het daarom belangrijk dat de samenleving weet dat het onderdak bieden aan illegale vreemdelingen ook een vorm van mensensmokkel is. Veelal maken taxichauffeurs zich schuldig aan dit strafbaar feit. De samenleving staat er niet bij stil dat in de meeste gevallen een criminele organisatie achter het smokkelen van personen staat. Personen die met hun medeweten gesmokkeld worden, beseffen niet dat zij het slachtoffer kunnen worden van mensenhandel. Het is daarom van belang dat illegale vreemdelingen letten op hun zaken, zegt Drachtenstein. Wil ik tot slot aan dit vraaggesprek toevoegen dat illegale vreemdelingen voorzichtig moeten zijn, omdat kwaadwilligen, in dit geval mensenhandelaren, misbruik kunnen maken van hun status. Door ze als slaven te laten werken, op allerlei manieren hun gelden afhandig te maken, ze op te sluiten. Dus het beste is als je in Suriname aankomt, doe dat, als je naar Suriname wil komen, doe dat via de legale wijze. En zorg ervoor dat je je zaken regelt voordat jij de status van illegale vreemdelingen krijgt in Suriname. Inspecteur Judith Drachtenstein, met wie we vanmorgen een vraaggesprek hadden op de afdeling Trafficking in Persons, tip aan de Tampokostraat.